Voorzitter, het staat inderdaad formeel niet op de agenda van de ECOFIN-raad en de Eurogroep. Maar het belangrijkste onderwerp in Brussel zal ongetwijfeld dat zogenaamde Green Deal Industrial Plan zijn. Dus mijn eerste vraag aan de minister is: hoe verwacht zij dat dit thema de vergadering zal beïnvloeden? En welke contacten verwacht zij ook in de marge van die raden te hebben? Met wie en wat gaat ze dan bespreken over dit onderwerp? Volgens de Europese Commissie is een nieuwe vorm van ouderwetse industriepolitiek nodig om wat er nog over is van de Europese industrie te behouden en eventueel in de toekomst uit te breiden. Hierbij willen ze onder meer de staatssteunregels voor lidstaten versoepelen. En dat kan een stap in de goede richting zijn. Want te vaak hebben wij in het verleden ervaren hoe de huidige staatssteunregels willekeurig kunnen worden uitgelegd en in de praktijk zelfs pervers kunnen uitpakken. Het meest recente voorbeeld is in het toeslagenschandaal, waarbij gedupeerden met zakelijke schulden, zoals ZZP'ers, niet altijd volledig gecompenseerd konden worden, omdat dat volgens Brussel staatssteun zou zijn. Maar miljardensteun aan KLM, dat zou weer wel mogen van de EU. Het zou goed zijn als Brussel zich minder zou bezighouden met dit soort zaken en het aan de nationale of lokale democratieën over zou laten om te beoordelen of iets ongeoorloofde of geoorloofde staatssteun is. En dat is al moeilijk genoeg, maar die zitten er in de praktijk dichter op en kunnen dat beter beoordelen. Het kabinet verwelkomt gerichte maatregelen zoals de ophoging van notificatiedrempels en de versimpeling van staatssteunprocedures. Maar dat lijkt een enorme trendbreuk met het verleden en dat is een stap in de goede richting. Maar waarom zou dit alleen mogen als het gaat om vergroening en digitalisering? En niet bij andere belangrijke zaken waarover wij hier kunnen besluiten, zoals werkgelegenheidsbehoud, zoals rechtsherstel, zoals bescherming van vitale infrastructuur, zoals strategische autonomie als het gaat om bepaalde technologieën. Is het kabinet bereid om zich in te zetten voor de versoepeling van de EU-staatssteunregels voor meer doeleinden dan nu beoogd wordt? Voorzitter, zoals altijd bestaat ook nu weer in deze situatie het risico dat de Europese Commissie de situatie aangrijpt om meer geld en meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. Om de industrie en banen in Europa te behouden, moet daarom niet alleen de regels voor de staatssteun voor lidstaten veranderen, maar moet de Europese Commissie ook weer nieuwe fondsen krijgen. Bijvoorbeeld om aandelen van bedrijven mee te kopen. Een land als Italië is hier erg blij mee, maar voor ons land zou dit of meer netto afdracht betekenen of meer risico vanwege gemeenschappelijke schulden. Terwijl de lusten waarschijnlijk bij private bedrijven in het buitenland zullen landen. En dat is een slechte zaak wat de SP betreft. En heb ik nog niet eens gehad over de democratische controle. In een brief van gisteren lazen wij dat ook het kabinet op dit moment nog niet overtuigd is van de noodzaak van zo'n EU-fonds. Maar waarom wordt nadrukkelijk op dit moment gezegd? Op welk moment zou dit kunnen veranderen? Tot slot, voorzitter, in algemene zin over de subsidiariteitstoets. Die stelt vaak weinig voor. Vaak komt de toelichting neer op: we hebben nou eenmaal een interne markt, dus is optreden van het op Europees niveau geoorloofd, gerechtvaardigd. En zo verwelkomt het kabinet nu ook allerlei zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om de plannen van de Europese Commissie over de ontwikkeling van vaardigheden van werknemers. En dat 2023 is bestempeld als het zogenaamde Europese jaar van de vaardigheden. Maar dit is typisch zo'n onderwerp waarbij ik ernstig betwijfel of ze in Brussel beter in staat zijn bijvoorbeeld cursussen aan te bieden aan werknemers in een willekeurige fabriek dan bijvoorbeeld de gemeente dat zou kunnen, of de provincie of het land waarin die fabriek staat. Is het kabinet bereid de subsidiariteitstoets voortaan strikter uit te voeren en concreter toe te lichten in alle voorstellen die gaan over de interne markt? Dank u wel. Ik zie een vraag van meneer Van Dijk. Nou ja, het zijn eigenlijk drie vragen, want ik zie een kausaal verband, maar misschien ziet de SP dat niet, tussen het gelijke speelveld van de interne markt en de staatssteunregels en het fonds. Want als je namelijk een gelijk speelveld wilt, dan moet je die staatssteunregels in ere houden. Dat wil de SP niet. Maar de SP wil ook geen fonds. Maar als je de staatssteunregels verruimt, dan kom je uiteindelijk bij een fonds uit, want anders is het niet eerlijk voor die landen met minder diepe zakken. Dan creëer je een ongelijk speelveld. Dus in die driehoek van gelijk speelveld, staatssteunregels en fonds kan het niet zo zijn dat je één van die drie wel wil en die andere twee niet. Dus of je wil een gelijk speelveld, dan wil je ook staatssteunregels, dan wil je geen fonds. Voorzitter, ik denk dat een gelijk speelveld een illusie is. Dus als ik heel eerlijk antwoord op de vraag van de heer Van Dijk, dat gelijk speelveld, dat moeten we laten gaan, dat is er in de praktijk helemaal niet. Dat wordt door de machthebbers gebruikt als argument om dingen voor elkaar te krijgen die ze in de praktijk goed uitkomen. Bijvoorbeeld als het gaat om vrijhandel. Dan wordt vaak gezegd er is een vrije speelveld nodig. Maar ja, om te concurreren met landen waar de loonkosten
10 keer zo laag zijn, dan is er natuurlijk op dat gebied al geen vrij gelijk speelveld. Dus als je dan alle regels loslaat, ja, dan is geen gelijk speelveld, omdat ze daar veel goedkoper kunnen produceren. En dat is natuurlijk wat er in de praktijk gebeurt. Dus ook nu, als nationale democratieën besluiten om staatssteunregels op een bepaalde manier toe te passen en andere lidstaten niet, dan is dat volgens mij aan die nationale democratieën. Dan moeten wij in alle soevereiniteit, alle vrijheid toe kunnen besluiten. En dan krijg je in de praktijk inderdaad een ongelijk speelveld. En dat is volgens mij alleen maar op te lossen door aan de grenzen met importheffingen dat gelijk te trekken. En dat is natuurlijk ook wat er nu bijvoorbeeld als het gaat om klimaatmaatregelen gebeurt met dat CBAM. Hè, dat je zegt als je bepaalde zaken uit het buitenland haalt waar de milieuregels soepeler zijn, ja, dan moet je aan de grens van de Europese Unie aftikken, want anders heb je geen gelijk speelveld. Dat is de enige manier om dat te doen volgens mij. En niet door staatssteunregels, niet door subsidies recht te trekken, niet door belastingkortingen te geven. Want dan kom je inderdaad op het gebied van de soevereiniteit van landen. En die is voor mij belangrijk en volgens mij voor de PVV ook. Die moet je niet met dat soort staatssteunregels proberen te ondermijnen. Meneer Van Dijk, een vervolgvraag. Overigens, ik vind het een leuk debat. Want het is heel veel inhoud en economie en financiën raken elkaar natuurlijk zeker ook op Europees gebied als we het over de interne markt hebben. En het is ook goed om van gedachten te wisselen, maar ik denk niet dat we van de minister kunnen verwachten om alle vragen die er leven over de economische zaken, dat ze die straks meeneemt. Dus dan geef ik vast een winstwaarschuwing af. Maar wat u wilt delen daarover, dat mag gewoon uiteraard. Maar ik zie dat meneer Van Dijk afziet van zijn tweede interruptie. Ja, precies. Heel goed. Zuinigheid met vlijt.